absoluut de volle winst een keertje nodig. Dat moet dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen de nummer 12 Top Os. Hier is Friesland-kenner Albert Manting. Cambuur Leeuwarden thuis in de gele shirts en de blauwe broeken tegen Top Os. Met Fabian de Vrijtas in de vijfde minuut. Die even wat moet zoeken en hem dan heeft gevonden. De man die de aanval opzette, Hendrik van Beelen in de vijfde minuut dus. Met de 1-0 voor Cambuur Leeuwarden. En zo leek het vrij makkelijk te gaan voor de Leeuwardenaren in die eerste helft. Zeker als Dick Hezen, die speelde omdat er veel geblesseerden en zieken waren bij Top Os, op de paal schiet met die vrije trap. Dan weer Cambuur Leeuwarden. Dat bleef aandringen in de eerste helft. Hier Fabian de Vrijtas, mooi bediend door Robert Loontjes. Over de lijn geweest of niet? Fabian de Vrijtas met uitsluitsel. Hij werd net voor de lijn weggehaald. Maar ja, je hoopt toch altijd dat de scheidsrechter het verkeerd ziet of zo. Maar ja, hij had het goed gezien. Hij had het zeker goed gezien. Wilfred van der Pas, de scheidsrechter van dienst gisteravond bij deze wedstrijd. Kenneth Goudmijn kreeg nog een mooie kans op 2-0 in de eerste helft. Maar Cambuur verzuimde in die eerste helft het overwicht uit te drukken in meer dan één doelpunt. 1-0 dus bij de rust. Tweede helft met een hoekschop voor de thuisclub. Bal wordt weggewerkt en komt dan bij François Gesthuizen. Heerlijk! Hoe doe je dat eigenlijk, zo'n doelpunt maken? De bal die kwam geloof ik op de corner of zo, die wordt afgeslagen en hij stuit. Ja, ik denk alles of niets met links. Ik denk, raak hem niet goed, dan komt hij misschien nog in de klus voor de goal. Ja, ik raak hem vol en dan gaat er bij de tweede paal ingeloven. Dus fantastisch. Fantastisch, niet alleen voor Gesthuizen zelf, maar ook voor zijn ploeggenoten. Want het voetbalt wel wat lekkerder natuurlijk met twee goals verschil. Ferrier dan, met een goede voorzet richting de Vrijtas. Nu wel succesvol met het hoofd voor de 3-0. En dat is dan in de 67e minuut. En dan moet het toch binnen zijn. Of gaat het toch nog fout, net zoals vorige week tegen Emmen, toen het nog 3-3 werd. Na een voorsprong van 3-1. Hier wordt het 3-1 tegen Top Os door een doelpunt van Stefan Jansen. En wordt het dan toch nog eng? Cambuur-trainer Gert Kruis is er niet gerust op. Maar zijn ploeg liet hem gisteravond niet in de steek. Want het enige gevaar dat Top Os nog had was deze trap van Dick Hezen. Het bleef dus bij 3-1.